Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell met vandaag weer een nieuwe video. Het is vandaag een ander soort video als dat jullie van mij gewend zijn. Hey, dat upload ik vaker. Ja, dat klopt. Vandaag ga ik de YouTube tag doen. Waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen aan YouTube door eigenlijk een beetje verveling. En ik wou mensen graag laten lachen, zoals ik zelf ook heel vaak lach. En ik dacht bij mezelf, hey, YouTube is eigenlijk best wel een goede manier om te doen. Want je kan heel het internet, je kan het wereldwijd doen. Ik doe het alleen maar Nederlands en ik vind het super tof om te doen. Maar ik ben dus begonnen uit verveling en om mensen aan het lachen te maken. Welk advies zou jij aan beginnende YouTubers willen geven? Ik zou het liefst het advies willen geven, blijf jezelf en heb er lol in. Doe het niet voor het geld, doe het niet voor andere dingen. Zorg gewoon dat jij het naar je zin hebt op YouTube. En dat jij jezelf kan blijven en niet opeens van persoon verandert. Want het is natuurlijk super tof als je jezelf blijft. Wat wil je bereiken met je YouTube-kanaal? Ik wil heel graag mensen een lach op hun gezicht geven. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil bereiken met mijn YouTube-kanaal. Natuurlijk is het groeien leuk. En dit jaar wil ik de 1000 abonnees nog bereiken in principe. Er is niet echt een bereik als je aan YouTube doet. Het enige wat ik zou willen is dat mensen gaan lachen om mijn video's. En dat ze zich weer lekkerder in hun vel voelen. Raad je mensen aan om aan YouTube te beginnen? Ik raad mensen niet echt aan om aan YouTube te beginnen, tenzij ze eigenlijk de tijd hebben ervoor en de creativiteit. Want YouTube kost eigenlijk enorm veel tijd. De tijd dat je op school zit, moet je zien, dat steek je in een video. Het is echt veel meer werk als dat mensen denken. Vooral met mijn kutcomputer eigenlijk. Wat vinden je ouders ervan dat jij aan YouTube doet? Mijn ouders vinden het eigenlijk super chill, maar als ik bij mijn moeder begin over YouTube is het, ja, maar de schoolcijfers. En dan is het, deze voor jou. Grapje, mama, kou voor je. Mijn vader vindt het ook wel chill en die kijkt ook al mijn video's. En mijn stiefmoeder ook wel. En ze pushen me allemaal een beetje van, hey, dit is een leuk idee, hey, dat is een leuk idee. En ja, ik word enorm erg geholpen eigenlijk in die zin. Ja. Nou, dit was de tag. Ik geef de tag door aan Leos. Hi. Hi. Hij gaat hem bij de 1000 subs doen, dacht ik. Ja, je moet zo doen, hè, want jij bent een stuk langer. Hij gaat hem bij de... Wat? Nou, als dit op 20 centimeter groter is, wat zou mijn pik dan wel niet zijn? Hij gaat hem doen bij de 1000 abonnees, dacht ik. Ja, nou, dat dus. Abonneer allemaal eventjes op hem, Leo's kanaal, link staat in de beschrijving. En dan check ik jullie later. Yo! Ciao.